Stilte, stilte. Goed. Beste cursisten, bedankt om terug te komen. Wij hebben het tweede deel van het programma voorzien en wij hebben voor u drie coryfeeën. Drie grote namen, ik zou bijna zeggen iconen van Urania, bij elkaar verzameld. En het is mij een ware eer en een echt genoegen om u mijn drie collega's voor te stellen. Eerst en vooral hebben we Charles hier aan mijn linkerzijde. Charles is de eerste lesgever geweest ooit bij Urania, dus een traditie van 50 jaar, kan iedereen zeggen. En Charles heeft heel de evolutie eigenlijk van Urania meegemaakt. Al de verhuizen van de lokalen, het installeren van de toren, het planetarium in de zoo. Allee, Charles heeft alles meegemaakt wat er in Urania te beleven viel. Professioneel, Charles is ingenieur van vorming en professioneel heeft hij doorgebracht in de industrie bij Air Liquide. En dan vooral geconcentreerd op de automatisatie van processen, procesautomatisatie. Maar vanaf zijn jeugd is Charles begeesterd door elementaire deeltjes. Charles hier, ik zou zeggen, een applaus voor Charles hier. Het thema, zoals Werner daar straks al heeft aangekondigd, is de verandering. Wat is er nu veranderd van 1969 tot nu? En het is een onderwerp dat mij persoonlijk zeer boeit. Waarom? Omdat ik daarmee geconfronteerd werd. En ik kan als korte inleiding vertellen hoe ik daarmee geconfronteerd werd. In mijn jonge jaren, en dat was begin 70er jaren, ben ik gedoctoreerd in nucleaire scheikunde. Dat is de studie van de materie. En ga je met die kern bezig, vier jaar, dag en nacht met die kern. En die kern bestond toen uit neutronen en protonen. En dat was het. En dus ik ga 40 jaar werken in de industrie, ik ga op pensioen, ik kom terug bij Urania en de eerste lezing die ik bijwoon is hier, van Charles. En Charles zegt mij, dat is allemaal niet waar, er zijn 18 elementaire deeltjes. Ik had daar nog nooit van gehoord. En dat was een schok voor mij. En ik heb er nog altijd een trauma over aan overgehouden. Charles, wat is daar allemaal gebeurd in die laatste 50 jaar met de materie? Kunt jij ons daar een beetje van vertellen? Ik heb die beperkt tot een overzicht geven van de laatste 25 jaar. En wat is er op het gebied van sterrenkunde, op het gebied van elementaire deeltjes en zo gebeurd? Dus ik neem daar de allerbelangrijkste uit. Die gebeurtenissen die trouwens dus de pers hebben gehaald, internationaal enzovoorts. En ik denk hier bijvoorbeeld aan 2002, toen de Melkweg onderzocht werd door een Duitse groep onder de leiding van Genscher, die gebruik maakte van de VLT, de grote telescoop die in Chili staat, en die als eerste erin geslaagd is om de baan vast te leggen van een aantal sterren die zeer dicht bij het zwart gat van de Melkweg staan. Je weet, elke melkweg of elk sterrenstelsel heeft een zwart gat. Dus dat van ons, dat zit daar ook. En die sterren die draaien er heel kort bij. Bij gevolg is het zeer interessant om een dergelijke ster te volgen. De baan is zeer kort. Stel je voor, er is een ster, bijvoorbeeld S2, die een omlooptijd heeft van 15 jaar... Dat maakt dat wij tot hiertoe al twee keer een volledige omloop hebben meegemaakt van die ster. En dus die baan is perfect vastgelegd. En uit de beweging van die baan kun je dan de massa van dat zwart gat afleiden. En zo weten we bijvoorbeeld dat het zwart gat in onze eigen Melkweg een massa heeft van 4,5 miljoen keer de massa van de zon. U weet het misschien, dat de massa's van lichamen worden altijd, van sterren enzovoort, worden altijd uitgedrukt, vergeleken tot de massa van de zon. Ja, dus vandaar dat men daar die verhouding van maakt. En wat zeer interessant is in dit verschijnsel, dus in 2002 was er de eerste korte nadering van het zwart gat. U weet, het is een ellipsbaan, dus je hebt grote afstand, korte afstand. En in 2002 was er zo'n korte afstand. En in 2018 is er zo'n tweede korte afstand geweest. En dus heeft men heel zeer nauwkeurig de baan gevolgd van die dag na dag, als het ware, van die beweging, van die
ster. En om vast te stellen, volgt die nu werkelijk een Keplerbaan? Heeft Kepler en Newton enzovoorts bij het rechte eind en Einstein? En inderdaad, dat is zo. Maar men volgt die nog altijd die ster, die op dit ogenblik dus een korte passage heeft gehad en zich nu verwijdert van het zwart gat, zich opklimt uit het gravitatieveld van dat zwart gat. En dat betekent dat men nu kan nagaan, wat gebeurt er met die ster? Die vertraagt in haar baan. Bij de korte passage had die ster een snelheid van 5000 km per seconde. Dat is een fantastische snelheid als gevolg van dat zwart gat. Als we dat vergelijken met onze eigen zonnestelsel bijvoorbeeld, dan is het zo dat de aarde draait rond de zon met 30 km per seconde. En hier spreken we over 5000 km per seconde voor die ster. En wat is nu het interessante daaraan? Wel, als je die baan zeer nauwkeurig blijft volgen, en we beschikken nu over de nodige apparatuur om dat te doen, dan kunnen we nagaan of er eventueel afwijkingen zijn in die baan. Want een afwijking van die ellipsbaan zou betekenen dat er iets aan de hand is met de relativiteitstheorie, met de algemene relativiteitstheorie. Dus dat is nogmaals een test voor de theorie van Einstein. Ziet je? Dat is het belang van heel die gebeurtenis. Dan 2012... Velen onder ons zullen dat nog weten, is er de ontdekking van het Higgs-boson als een elementair deeltje, hè, dus behorende tot die verzameling van elektronen en protonen en neutronen enzovoorts, waar hij dus over geleerd heeft. En het bijzondere aan dat Higgs-boson is dat we nu daar de massa van kennen, 125 giga-elektronvolt. Dat doet er nu niet toe, maar in ieder geval heel zwaar, een heel zwaar deeltje. En de taak van dat deeltje veroorzaakt een veld. En dat veld zorgt ervoor dat elementaire deeltjes massa krijgen. Dat is voorspeld in 64 reeds door Higgs natuurlijk, hè, die kennen we. Peter Higgs, François Englert en Robert Brout. Dus twee Belgen en een Engelsman hebben in 64 een paper, een document gepubliceerd, waarin dat ze dat hebben verduidelijkt. En nu hebben we dus dat in 2012 hebben we dus dat deeltje effectief ontdekt. En de verantwoordelijkheid van dat deeltje is om aan alle andere elementaire deeltjes een massa te geven. Dus het feit dat het elektron een massa heeft, dat het proton een massa heeft, het neutron en noem maar op, alle andere, is het gevolg van het feit dat het Higgs-boson bestaat. Alright. Dan hebben we 2015, de ontdekking van de gravitatiegolven. Wie kan daaraan voorbij? Er zijn dus twee detectoren, LIGO 1 en 2, aan de twee uiterste zijden van het noordelijke Amerika, die in staat zijn om dus die gravitatiegolven te detecteren. Met andere woorden, ergens in de ruimte zijn er daar twee zwarte gaten in dit geval. Dat was de eerste detectie. Twee zwarte gaten, die smelten samen. Dat geeft zo'n enorme schok dat dus de ruimtetijd, die vlak is, maar die nu vervormd wordt, die als een schokgolf breidt die gebeurtenis zich uit, bereikt de aarde en kan dus op aarde ook gemeten worden. Dus dat is een van de laatste, zou ik zeggen, voorspellingen van Einstein, die bevestigd wordt. We weten nogmaals op een totaal ander gebied dat Einstein het bij het rechte eind had. Dus nogmaals een bevestiging van de algemene relativiteitstheorie. Detectie van gravitatiegolven. Het is ook zo dat er worden meerdere detectoren gebouwd, want toen dat die detectie gebeurde, waren er maar twee detectoren in dienst, die LIGO 1 en 2 in Amerika. En met twee detectoren is men niet in staat om een nauwkeurige richting aan te geven aan de hemel. Dus men heeft er minimum drie of meer voor nodig. Dus er zijn dus talrijke stations die in aanbouw zijn. En de Japanners die zijn er met zo één bezig dat onder de grond te bouwen. Die anderen zijn bovengronds. Dus daar gaan we nog heel veel van verwachten. Dan hebben we 2019... De foto van het zwart gat, dat zal we misschien ons
nog in het geheugen zitten, dat men dus een foton publiceert van een zwart gat. Met andere woorden, men heeft de sterrenkundige de techniek tot het uiterste opgedreven, zou ik zeggen. En men heeft dus het zwart gat in een bepaald melkwegstelsel, niet in onze eigen melkweg, maar in een bepaald stelsel, in Virgo, heeft men daar dat zwart gat gedetecteerd en kunnen fotograferen voor de allereerste keer. Dat levert een foto op waarvan alles te zien is, behalve het zwart gat. En dat zijn zaken die we duidelijk maken in onze eerstvolgende seminaries van Urania. Een laatste punt, en misschien wel het belangrijkste voor ons allemaal. In 2019 heeft ook de ESO, de Europese organisatie voor de studie van elementaire deeltjes en zo, besloten om een nieuwe telescoop te bouwen, die gaat de ET noemen. ET kennen we, die is ooit onder ons geweest, ET, ET, dus extraterrestrial, maar dat is het niet, het is nu Einstein telescoop. En die Einstein telescoop, die gaat, er zijn er dus een aantal mogelijkheden, maar niet veel, maar een stuk of drie, gebieden waar die telescoop zou kunnen worden ingeplant. En een van die mogelijkheden betreft Limburg. De driehoek Limburg, Belgisch Limburg, Nederland en Duitsland, in die driehoek zou dat toestel komen. 250 meter onder de grond, met armen van 10 kilometer lang. Nu, ik dacht eerst in mijn fantasie, ja, 10 kilometer, dat is iets ondenkbaars om een rechte buis te maken in 10 kilometer. Hoe groot zou die buis zijn? Misschien 10 of 20 centimeter waar een straal door moet en die moet terugkaatsen enzovoorts. Nee, het gaat hier om armen van 10 kilometer lengte met een doormeter van 6 meter. Dus je kunt daar wel een treintje door rijden, door die dingen. En dat is dus voor ons van belang. Vandaar dat Urania daar de nodige aandacht moet aan besteden en daar dus voordrachten over maakt om zoveel mogelijk dat ding in de kijker te krijgen. Dank u wel. Bedankt, Charles, voor deze toelichting. Zijn er nog prangende vragen uit het publiek voor ons panel? Ja, Werner. Charles, ik heb nog een vraagje. Ik dacht altijd, in de jaren 60, 69, was al lang geweten, sinds Einstein, dat de zon energie opwekt uit kernfusie. Maar op dat moment wist men dan wel dat dat zo was, maar het klopte niet. Dat was een probleem met die neutrino's. Dat is ondertussen ook opgelost geworden. Raymond Davis was de eerste die het fameuze neutrino-probleem heeft ontdekt. Dat was de man die als eerste een detector heeft gebouwd onder de grond. En met de bedoeling om neutrino's te meten afkomstig van de zon. En men wist precies welke energie waarmee men moest rekenen. Dus welke energiebereik hebben die neutrino's. Dat stond allemaal goed op papier. En men begint te meten. En men moest er ongeveer een zestigtal meten per uur. En ze meten er maar 1/3 van. Dus de vraag was, wat is daar de oorzaak van? En men dacht eerst, wij zijn totaal fout met de berekeningen, met het beeld dat we hebben van datgene wat in het inwendige van de zon gebeurt. Die kernreacties daar, die verlopen helemaal anders en produceren veel minder neutrino's. Uiteindelijk bleek dat beeld niet waar te zijn. Dus zoals wij de kernreacties kennen, zijn die correct. Alleen is het zo dat we sindsdien ontdekt hebben dat er drie soorten neutrino's zijn. Het elektronneutrino, het muonneutrino en het tauneutrino. En dat die in staat zijn in elkaar over te gaan. En hoe groter de afstand is die ze kunnen afleggen, stel u voor van de zon tot bij ons, hoe groter de kans is dat zo'n elektronneutrino waar men naar zocht, dat zich dat omzet in een muonneutrino, dat de detector van Raymond Davis niet kon meten. En dus er ontbraken er. Maar sindsdien weten we dus dat door die neutrino-oscillaties,
dat het ene type zich in het andere kan omzetten en dat we daar dus rekening mee moeten houden. Dus dat probleem is opgelost. Beantwoord dat de vraag verder? Prima. We hebben nog tijd voor één vraag, eventueel, van het publiek. Eenmaal? Andermaal? Verkocht. Dank u wel.